Roggenwedstrijd op zich is nooit in de basiswedstrijd een gerichte wedstrijd. Dus het is onze doelsoorten zijn vooral tong en school. En rog is in beide gevallen een heel belangrijke bijvangst. Dus als we kijken wat dat de vangsten zijn, dan komt dat toch ongeveer op de derde plaats wat omzet betreft voor onze sector. Het quotasysteem of de tak in feite, de total allowable catch, is één bepaalde tak voor allerlei soorten samen. En dus is een beperking van de tak die er nu bestaat, doordat er een aantal soorten in die gemengde tak er zijn die het niet goed doen, is heel nadelig voor ons en kan weinig beheerd worden. Well, zoals ze zegt, er zit nu met een systeem waarbij één tak is voor alle roggensoorten samen. Dat kan zeker verbeterd worden. De kennis natuurlijk van de roggenvisserij, de kennis van de rog zelf, van de soort, voor reders, voor schippers, voor bemanningsleden, kan ook heel wat doen aan de duurzaamheid van de roggenvisserij. Vandaar dat Sumaris dan ook zo'n interessant project is om te blijven volgen van onze kant.